Hallo, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe ultieme boekvideo. Ik vind het zo leuk om deze video's op te nemen, dus ik heb heel veel zin in deze video, deze week. Ik ga mijn TBR voor deze maand met jullie bespreken. Ik ga lezen, misschien nog journalen, even kijken of ik er tijd voor heb. En ik heb weer een boekenclubavond en ik ga boekshoppen. Dus allemaal leuke boekdingen in deze video. Ik ben nu Twisted Games aan het lezen. Ik ga hem straks verder lezen. Ik ben bijna op de helft. En later vandaag ga ik mijn TBR met jullie bespreken. Maar ik zal eerst even vertellen wat ik van Twisted Games vind. Want Twisted Love heb ik natuurlijk al gelezen. Die vond ik leuk. Die heb ik toen gelezen in de 24 uur lang lezen video met Lotte. Die vond ik leuk, maar om heel eerlijk te zijn. Ik kan bijna niet meer herinneren waar het over gaat, het verhaal. Dus dat is eigenlijk niet goed. Volgens mij heb ik hem uiteindelijk 3,5, 4 sterren gegeven. Maar ik weet gewoon niet meer waar het verhaal over gaat. Ik heb geen idee meer. Dus dat is eigenlijk niet zo goed. En ik merk wel echt al meteen dat dit boek mij veel meer aanspreekt qua verhaallijn. Ik vind het heel erg leuk dat het over een prinses gaat en over de bodyguard gaat. En in dit boek komt gewoon heel erg sterk naar voren hoe hun band steeds wat beter wordt. Want het begint met geen goede band, totaal niet. En ja, ik ben dus nog niet eens op de helft, dus ik heb geen idee wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik vind dat heel erg leuk om die chemie tussen hun te zien. En het verhaal eromheen, dat zij dus beveiligd moet worden omdat ze een prinses is. En er gebeuren ook wel wat spannende dingen. Dus tot nu toe vind ik dit boek echt mega leuk. Ik denk dat ik deze beter ga beoordelen dan Twisted Love. Maar we gaan het nog zien natuurlijk. Ik moet nog verder lezen. Dus daar ga ik zo even mee verder. En ja, ik heb ook heel veel zin om straks met jullie mijn TBR te bespreken. Maar ik heb nu gewoon even zin om hier lekker mee verder te gaan. En dan straks mijn TBR met jullie bespreken. Waar ik ook heel erg veel zin in heb om weer na te denken over welke boeken hierna allemaal gaan komen. En het is trouwens heel koud weer. Het is gewoon alweer truiend weer aan het worden. En wat ook inhoudt dat het weer leesweer is. Dus I'm happy. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ga nu met jullie mijn TBR bespreken. Ik heb het uitgekozen voor ongeveer anderhalve maand. Want ik film het nu in september, midden september. En jullie zien deze video waarschijnlijk pas in oktober, denk ik. Dus vandaar dat ik iets meer boeken heb uitgekozen dan normaal. Twisted Games doe ik er even niet bij, omdat ik die al aan het lezen ben. Dan het eerste boek. Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Ik doe het trouwens niet in de juiste volgorde. Ik doe gewoon in een random volgorde, want ik weet nog niet wanneer ik waar zin in heb. Ik wil het boek dus echt wel heel lang lezen. Want ik hoorde gewoon super veel goede dingen over. En Ewout heeft hem ook gelezen. En die vond hem ook heel erg goed. Mijn zus heeft hem gelezen. Die vond hem goed. Marieke heeft hem gelezen. Die vond hem goed. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd geworden naar dit boek. En het enige wat ik weet over dit boek is dat het gaat over games. En volgens mij ook gewoon liefde. En over het creëren van een game volgens mij. En ik hou niet echt van gamen en videogames. Maar ik hoor dat dat echt helemaal niet uitmaakt voor dit boek. Dus ik weet nog niet helemaal zeker waar het over gaat. Maar het klinkt wel grappig. En ja, omdat ik gewoon zoveel goede dingen over heb gehoord, ben ik gewoon heel nieuwsgierig geworden. Dus Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow is ja een van de boeken die ik deze komende tijd ga lezen. Dan een boek die ik in Parijs heb gekocht. The Way I Used to Be. Het enige wat ik hierover weet is dat het een zielig boek is. En daarom durfde ik hem elke keer niet echt te pakken. En ik vind het heel moeilijk om uit te leggen waar het over gaat. Omdat het gewoon een sad story is. En dit is echt zo'n typisch verhaal, denk ik. Waarvan je, als je de achterkant leest, heb je nog steeds geen idee wat er is gebeurd. Er is iets heftigs gebeurd. En ze wil die dag herbeleven heel graag. En ze wou dat ze bepaalde dingen anders had gedaan. En
ja, voor de rest is het heel vaag. Omdat je natuurlijk in het boek achter gaat komen wat er dan precies is gebeurd. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dit boek heb gekocht. Ik heb het gekocht bij Shakespeare & Co. Met de leuke stempel. Ik weet eigenlijk niet of ik dit dan ergens heb gezien. Dat kan ik me niet meer herinneren. Volgens mij is het best wel een populair boek, maar ik weet het niet zeker. Op de achterkant staat dus not suitable for younger readers. Dus dat maakt me ook een beetje bang. En ik weet gewoon dat het echt een verdrietig boek is. Het is volgens mij wel een mooi verhaal. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Maar hij staat echt al heel lang in de boekenkast. En ik ben er toch nieuwsgierig naar geworden. Dus dit is een van de boeken die ik ook ga lezen. Dan een heel bekend boek. Funny You Should Ask. Ik hoor hier trouwens heel veel gemixte verhalen over. Maar de cover is echt amazing. Hoe leuk ziet dit eruit? Ik ben hier dus heel erg benieuwd naar, want ik hoor hier heel veel goede dingen over, ook maar ook minder goede dingen over. Het gaat over een schrijfster die een bekende gaat interviewen en ja, daar gaat het over. Deze staat echt al heel lang op mijn lijstje om te lezen, alleen ja, toch pak ik hem er elke keer niet bij ofzo. Ik weet niet waarom, dus ik wil deze maand echt gaan lezen. Dan een boek die mij heel erg leuk leek, The Backup Man. Ik heb deze een tijdje geleden gekocht met Lotte en zij heeft hem ook gekocht. Ik weet niet of zij hem al heeft gelezen. Volgens mij niet. Maar dit verhaal sprak mij gewoon heel erg aan toen ik dit ging lezen in de boekenwinkel. Het gaat namelijk over twee scholieren die een deal maken dat als ze 30 zijn en ze allebei nog niet getrouwd zijn, dat ze dan met elkaar gaan trouwen. En dan is zij bijna 30 en zij gaat hem dus zoeken. Dat is volgens mij de verhaallijn. En ja, het klinkt gewoon heel erg leuk en ik ben heel erg benieuwd naar dit verhaal. Dus ja, dit sprak me gewoon vooral aan door wat er op de achterkant stond. En ik vind de cover ook wel cute trouwens. Ziet er ook leuk uit. Ik wil deze maand heel graag meer spannende thrillers lezen. Dus op de planning staat The Paris Apartment. Ik heb hier echt mega veel goede dingen over gehoord. Dit boek gaat dus over een moord die is gepleegd. En erachter zien te komen wie die moord heeft gepleegd. Mystery thriller is dit. En ja, ik hoor er gewoon heel veel goede dingen over. Dus ik ben hier mega benieuwd naar. En ik heb nog twee thrillerboeken die ik ook wil gaan lezen deze maand. Dus die staan ook op mijn TBR. Alleen die heb ik nog niet, want die wil ik nog gaan kopen. En dat is The Silent Patient. Puur omdat ik er gewoon heel veel mensen over hoor. En ook vooral heel veel goede dingen over hoor. En ik denk A House Across the Lake, omdat ik daar ook heel veel goede dingen over hoor. Alleen ik zag opeens dat een vriendin van mij hem 2 sterren heeft gegeven op Goodreads. Terwijl ik hem al heel lang wilde lezen. Dus ik ga even vragen waardoor dat komt. Want ik heb ook eventueel nog dit boek, die ook nog zou kunnen. Dus ik moet even kijken qua thrillerboeken waar ik zin in ga hebben. Want dit boek, Hex, heb ik gekregen voor mijn verjaardag van Lotte. En ik heb het boek November van hem gelezen en die vond ik echt super goed. Dus hier ben ik eigenlijk ook heel erg benieuwd naar. Maar ik weet niet of het me gaat lukken om 4 thrillerboeken te gaan lezen. Dus ik ga eventjes vragen aan Marieke wat er is met The House Across the Lake. Want daardoor twijfel ik hem een beetje om hem te kopen. Dus qua thrillerboeken moet ik nog heel eventjes kijken waar ik zin in heb. Dus dit zijn de boeken die ik de komende tijd ga lezen. Ik ben super benieuwd naar elk boek. Als jullie al iets van deze boeken hebben gelezen, laat even weten wat je ervan vond. Ik ben heel erg benieuwd. Nu ga ik weer verder met Twisted Games, want ik zit er helemaal in. Ik wil hem echt uitlezen vandaag. Dus dat is de planning voor de rest van de dag. Ik hoop dat jullie mijn TBR ook leuk vinden trouwens. Let me know in de comments. Ik neem het vanaf hier even over met een voice-over. En ik was vandaag boekshoppen met Maxi. We gingen niet echt heel de dag boekshoppen. Gewoon even een klein uurtje eigenlijk. We hebben lekker geluncht. Oh ja, ik filmde hier Things We Left Behind. Ik ben heel erg aan het twijfelen of ik hem ga kopen. Omdat ik deel 2 niet leuk vond. En dit boek heeft Maxi gekocht. Van Taylor Jenkins Reid, my favorite. En deze winkel is ook heel schattig in Breda. Een hele kleine boekenwinkel. Ze hebben niet super veel Engelstalige boeken, maar ze hebben wel een goede collectie. En ik ging hier even kijken voor een vriendin. Zij is net begonnen met lezen en wilde boeken voor de verjaardag. Dus ik heb hele toegankelijke boeken gekocht, deze 2. Ik dacht, dat is altijd leuk om mee te beginnen. En dat is een beetje de dag in Breda, want hierna gaan we weer een dag zien in Amsterdam samen met Marieke.
En daar was het ook niet echt de hele dag bookshoppen, ook maar heel kort. Omdat ik naar Amsterdam ging met haar om tattoos te laten zetten. Hier zijn we in Amsterdam. Dus vandaar dat het niet echt heel lang bookshoppen is, maar even kleine stukjes uit 2 dagen. We gingen eerst naar de ABC, dat is echt mijn favoriet in Amsterdam. Dat vind ik echt super mooi. Kijk hoe mooi dit is met die trap en al die boeken. Ik hou ervan. En Marieke heeft echt heel veel boeken gekocht. Volgens mij 4 of 5 boeken. Ik heb alleen dit boek gekocht, Yellowface. Daar zal ik straks nog iets meer over vertellen in het volgende shot na het boekshoppen. En ja, we hebben gewoon lekker wat boekwinkels gekeken. We zijn ook nog naar Waterstones geweest. Ook altijd leuk. En voor de rest hadden we niet meer zo heel veel tijd. Omdat het best wel laat alweer was door de tattoos en zo die ik heb gezet. Oh ja, en ik filmde hier nog even wat Stephen King boeken. Want ik ben er nog steeds niet uit welk boek mijn volgende Stephen King boek moet zijn. Dus als iemand een aanrader heeft, let me know. En nu laat ik nog even de rest van de beelden van Amsterdam zien. Turning back around, 'cause I still see you like that. Through those rose-colored lenses, red wine in a backpack, string lights and white picket fences. Ik ben weer terug van het boekshoppen en ik dacht ik laat even het boek zien die ik heb gekocht. Want ik heb maar 1 boek gekocht. Ik heb met Maxi 2 boeken gekocht voor Aranka, dus niet voor mezelf. En met Marieke heb ik dit boek gekocht bij ABC. En ik zag het boek opeens overal voorbij komen. Dus ik was er heel nieuwsgierig naar geworden. En ik hoorde er echt onwijs veel goede dingen over. Het gaat namelijk over 2 vriendinnen die allebei schrijfsters zijn. En ze zijn allebei heel goed, maar 1 is wel beter dan de ander. Maar op een gegeven moment gaat zij dood. En dan jat die andere vriendin van haar concept. En brengt dat boek dus uit onder haar naam. En ja, daar gaat de zorg over en er blijkt bewijs te zijn tegen haar dat het dus niet haar boek is. En ja, de carrière staat daardoor helemaal op het spel. En ja, volgens mij komen er echt heel veel belangrijke en mooie onderwerpen in het boek voor. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Ik heb hem voor 18 euro gekocht bij de ABC dus. Het is wel weer iets wat ik normaal misschien niet zou kopen, maar ik heb gewoon heel erg zin om weer wat andere dingen te gaan proberen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of ik dit leuk ga vinden. Dus ik heb heel erg zin om deze te gaan lezen. Misschien dat ik hem deze maand wel nog eerder ga lezen. En voor de rest heb ik ook nog, dat heb ik niet gefilmd, maar 2 nieuwe kartjes bij de HEMA gekocht. Omdat ik zag dat het 1+1 gratis was. En ik vond eigenlijk deze kleuren leuker dan, even kijken, deze. Die ik al had. En ik heb van die lettertjes erbij gekocht. Dus ik dacht, leuk, dat ga ik zo eventjes doen. Er zitten volgens mij ook hartjes bij. Dus dat is helemaal leuk. Het is gewoon altijd handig, die kartjes. Voor ook om dingetjes van op te bergen. Dus ik dacht, ja, nu het 1+1 gratis is, wil ik er gewoon nog 2 extra. Hoe leuk is dit? Ik vind het er echt heel cute uitzien. Ik hoop, het valt allemaal. Maar dit is toch schattig? Ik ga nu boekjournalen bij mijn moeder. En daar zou ik nog even wat filmen voor jullie. En dan vertel ik later in deze video nog wel even wat ik van Twisted Games vind. Want ik moet echt nog maar een paar pagina's. Dus dat laat ik nog even weten. I'm finding my way out of the puzzle.
Twisted Games uitgelezen. En ik dacht, vertel nog heel eventjes wat ik ervan vond. En dan kan ik gelijk de video afsluiten. Ik vond Twisted Games echt veel leuker dan Twisted Love eigenlijk. Ik had al een beetje dat ik sommige dingen niet meer wist van Twisted Love. Terwijl toen ik hem had gelezen, had ik hem volgens mij 4 sterren gegeven. Ik weet niet, ik vond dit verhaal wat pakkender. Ik vind alleen soms de seksscènes en het dominante wel een beetje too much. En heel erg overheersen. In het begin van het boek komt dat niet echt voor. Toen vond ik het eigenlijk best wel gewoon een leuk boek. En ik was echt aan het wachten tot een beetje romance kwam. Ik vond hun liefde in het midden wel een beetje oppervlakkig en heel erg gericht op seks. Ik vind het een beetje too much eigenlijk in de Twisted serie. Dus ik ben er eigenlijk een beetje achter gekomen dat ik Twisted moi vind. Twisted Love zou ik nu 3 sterren geven in plaats van 4. En dit boek denk ik 3,5 ster. Want op zich, het is wel een boek waar je echt super snel doorheen gaat. En het is wel gewoon leuk om te lezen. En ja, je zit er wel gewoon helemaal in. Dus dat is wel 100% zo. Maar ik vond het soms een beetje too much. Maar als je dat niet erg vindt en daarvan houdt, dan is het wel echt super leuk. Want ik heb dit wel echt heel snel uitgelezen. En nu ben ik begonnen aan The Backup Man. Ik ben bij pagina, even kijken, 101. En tot nu toe vind ik het moi. De verhaallijn wat op de achterkant staat, dat vind ik nog totaal niet in de eerste 100 pagina's die ik heb gelezen. Dus daar zat ik heel erg op te wachten, want daar had ik juist zo zin in. Dus ik ben heel erg bang dat dit echt zo'n 2,5 ster gaat worden. Dat het net niet is. Dus die ga ik binnenkort nog wel uitlezen. Als je wil weten wat ik ervan vind, kan je me volgen op Goodreads. Dat zal ik nog even in beeld laten verschijnen. En ik dacht, ik sluit meteen deze video even af. Sorry dat deze video misschien wat korter is. Ik denk dat hij wat korter is, omdat ik deze week echt super druk was. En tussendoor wat boekdingen heb gedaan. Maar eigenlijk was ik een beetje te druk voor de Ultimate Book video. Maar ik wilde alsnog heel graag met jullie mijn TBR bespreken. En gewoon Twisted met jullie uitlezen en laten weten wat ik ervan vond. Dus daarom vond ik het wel leuk om hem alsnog op te nemen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Als je deze video leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. Doei!